Goedemorgen, graad 5. Ik hoop dat het goed met jullie allemaal. Het is meneer Atte hier en ons gaan vandaag een beetje gesels oor die eigenschappen en gebruiken van materialen. Verwerkte materialen, die eerste is gips. Nou, verwerkte materialen is materialen wat op een of andere manier veranderd is. Alle verwerkte materialen het hulle eie speciale eigenschappen. Nou, gips, wanneer dit met water gemeng word, is gips vormbaar en kan dit in verschillende vorms gegiet word. Die mengsel stol vinnig en raak gauw hard. Gips wat verhard het is waterbestand en vuurbestand. Hulle kan sien die prentjie, die seun met die stuk gips aan sy been wat seker gebreek is. Nou, wat is die gebruike van gips? Die sagte plank wat as plafonne in gebouwen gebruik word, bevat gipsplate. Tandartse maak afgietsels van patiënte se tande deur van sagte gips gebruik te maak. Verbande word in 'n mengsel van gips en water geweek en dan om een gebreekte arm of been gedraai, soos julle gesien het by die vorige prentjie van die seun wat die gips aan sy been gehad het. Jy kan oppervlakte daarmee gelijk maak en krake in mure opvul. Dit kan gebruik word om kunstwerke mee te maak. Hier kan julle sien as 'n afgietsel van pasiëntse tande wat deur 'n tandarts gemaak is en die masker is ook van gips gemaakt, dis 'n kunstwerk. Ons kyk na beton as 'n verwerkte materiaal. Beton is baie sterk, hard en duursaam. Dit is ook vuurbestand. Dit beteken dit sal nie brand nie. Al is beton baie sterk, kan water daardeur sypel en krake vorm. Spesiale stowwe kan by die betonmengsel gevoeg word om dit waterbestand te maak. Stowwe kan ook op die droë beton aangewend word om dit waterdicht te maak. Nou, beton het baie gebruike. Hier is nie die paar, dit is nie al die gebruike nie. Baie gebouwe bestaan uit een sterk betonstruktuur. Betonpilare, versterk met yster, word gebruik om dele van dakke te stut. Die torings van kragstasies en silo's vir die stoor van koring word met beton gebouw. Dik waterpype waardeur water onder hoë druk vloei, bestaan uit een harde, sterk betonmengsel. Verwerkte materiale, weefstowwe. Om weefstof te maak, gebruik mense natuurlike of mensgemaakte vesels. Natuurlike vesels soos katoen en linne kom van plante, en wol en sy kom van diere. Nylon en polyester is voorbeelde van mensgemaakte vesels. Dit word uit petroleum of steenkool gemaak. Weefstoffe kan ook behandel word om sekere eigenskappe te hê. Gekleurde weefstoffe kan behandel word om dit kleur vast te maak. Dit beteken dat die kleur nie sal uitwas nie. Weefstoffe kan baie kleure en patrone hê. Hulle kan ook verskillende teksture hê, byvoorbeeld, hulle kan glad wees, fyn, sag, grof of hard. Nog verwerkte materiale is keramiek en glas. Keramiek is 'n materiaal wat van klei of sand gemaak word. Keramiek het baie nuttige eigenskappe. Dit is hard en kan duursaam, waterdig of vuurbestand wees. Keramiek kan interessante kleure of teksture hê. Nou, die glas is deursigtig, hard, duursaam en waterdig. Is egter bros en sal maklik in stukke breek as dit nie versigtig hanteer word nie. Hier is 'n paar gebruike van keramiek en glas. Keramiek word vir die gemaak van erdeware, soos borde, bakke, vase, bekers en teestelle gebruik. Teels, wasbakke, toilette en barns
word ook van keramiek gemaakt. In die bouwbedrijf word vensters van glas gemaakt. Verwerkte materialen, plastiek en verf. Plastiek materialen is licht, sterk, duurzaam en waterdig. Plastiek is niet hitte of vuurbestand nie, en die meeste sal soms smelt as dit verhit word. Hier is een paar gebruiken van plastiek. Dit is om water en plastiekpijpen naar ons huise toe te brengen, rondom elektrische draden te sit, so hulle nie aan mekaar raak nie. Thuis gebruik ons plastiek borde, plastiek rakke, plastiek houers vir kos en plastiek sakke om kos vars te hou of afval in weg te gooi. Ons gebruik ook plastiek meubels soos tafels en stoelen, vooral op stoepen of in een stuine. Verf is een vloeistof wat op oppervlaktes aangewend kan worden. Verf kan verschillende kleuren hê. Pigment wordt met verf gemengd om kleuren bij te voegen. Verf wordt gebruikt om voorwerpen en oppervlaktes zoals hout en metaal te beschermen. Mooi so julle, ons het nou die hoofstukkie oor eigenskappe en gebruike van materiale voltooi. Hou vol met die goeie werk, ouwens, en ek hoop ons sien mekaar sommer gauw. Tot ziens!